Niemand wil uh, eigenlijk urenlang op dezelfde sportdrank uh, of op hetzelfde gelletje. Alles wordt een beetje door elkaar heen gesnoept. Ja, dat is uh, het klassieke. De gelletjes gaan je tegenstaan. Ja, zij hebben eigenlijk gedacht: van nou, dan moet het moet gewoon eens goed onderzocht worden. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik. Middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sportdrank, gel, snoepjes of een reep. Wat maakt het uit voor je prestatie? Koolhydraten vormen een goede brandstof tijdens duurinspanning. Maar door de grote verscheidenheid in soorten en dosering is het lastig om te weten welke jou nou het beste helpen. Bovendien vergeet je wel eens een gelletje of eet je juist te veel. Maakt dat eigenlijk iets uit? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, hey. goedemorgen. Goedemorgen. Goed je weer te zien. Ja. Hoe is het met spierpijn na nou vorige week? Spierpijn. Ja, ja nee, hey, Keistad triathlon. Eén nee, naagste triathlon. Dat was had, leuk, hè? Ik had goed gegeten. hè, dus, uh, Ja, uh, dan, nou op een achtste, daar kun je ook uh, rustig ja, door nee, uh, komen. Nee, was uh, superleuk. Fijn ja. om eindelijk weer te racen. Na ons ja. kleine debakel uh, in Renkum. Nou ja, ja de uh, Het ging niet door. Blauwelg. Ja. Ja. Uh, hier wel. Leuk om ook uh, zoveel bekenden te treffen. Ja. Mooi spandoek uh, kwam ik daar. Mooi tegen. spandoek mochten we ja. ophangen. We worden steeds groter en bekender. En daar ook onze claim to fame. Dat we toch <laughs> inmiddels structureel. De best beluisterde podcast over hardlopen van Nederland zijn. Maar ja, we hebben het over veel meer. We hebben het ja. over triathlon, het over wielrennen. We hebben het over data, over tech, gadgets. En regelmatig over voeding. En dan hebben we het vandaag ook weer eens over koolhydraatinname. Ja. En dan specifiek tijdens de inspanning. Dat is nogal een dingetje, is belangrijk. We hebben we het al vaker over gehad. Maar er is nieuws. Wat is de aanleiding dat we het hier vandaag over gaan hebben? Ja, dat is, uh, we hadden natuurlijk onze aflevering over Moorten. En daar heb ik. Uh... De dure Zweedse ja. gels. En daar, nou, daar heb ik consistent, kom ik altijd, uh, in ieder geval en anderen van. Er zit een, een, een maximum aan de opnamecapaciteit van uh, de hoeveelheid koolhydraten die je kan innemen tijdens inspanning. En die zit op 90 gram per uur, waarvan dan 60 gram glucose en 30 gram uh, fructose. Ja omdat, uh, ja, de, de, je hebt twee soorten transporters in de darmen. Dat zijn uh, dus de kanaaltjes waar die glucose en fructose wordt opgenomen. Twee verschillende. En daar zit gewoon een, uh, een limiet aan. Ja, en dan doe ik toch nog even één stap terug voor de luisteraars die deze podcast nu ja. voor het eerst ontdekken. We hebben het er dus over. We gaan sporten. We gaan langer dan vijf kwartier, anderhalf uur Zeker. sporten. Ja. Wat ja. betekent dat het nodig wordt om bij te eten. Ja. Want anders loop je tegen de bevalling de hongerklop aan dat ja. spel zijn we hier aan het spelen en hoeveel moet je bij het of hoeveel kan je bij eten en dan hangt het eigenlijk vanaf van ja ben jij een, een, een wandelaar of eentje die echt een lage intensiteit uren doorgaat dan hoef je echt niet die 90 gram te gaan halen nee. dan wordt gezegd ja dan, dan kun jij eigenlijk eh, voornamelijk op jouw vet eh, het het doen als brandstof ja uh, voornamelijk ben, hè? Ja. ga jij echt, loop jij continu ergens zo'n beetje uh, rond jouw uh, omslagpunt uh, ja, oftewel ga je, hard, ga je hard, intensief ben je aan het duwen, moet je veel omhoog uh, heb je explosieve inspanningen nodig ja dan is zijn koolhydraten de geëikte brandstof ja nou, nou kort omdat uh, vet is is een diesel eigenlijk en uh, uh, koolhydraten zijn de benzine, de superbenzine heeft alles te maken met die leveren eigenlijk per, uh, nou ja, zijn efficiënter. Leveren gewoon in daarna bij het van zuurstof al uh, meer energie op dan aan vet ja. en die kunnen ook nog verbrand worden als je een relatief tekort aan zuurstof hebt dus Precies. aan Europa, ja. dus dat is even de basis waarin we hier vertrekken en jij, als ik jou vraag wat is de aanleiding om het er vandaag ja. weer over te hebben zeggen nou ik heb altijd gezegd of in diverse ja. afleveringen het gehad over tussen de 60 en 90 uh, gram koolhydraten per uur is de limiet ja. wat je lichaam ja. kan opnemen en maar toen is dat wel ja, zo. En toen noemden wij, uh, toen hadden we een studie gevonden van de ultra Spaanse uh, ultrarunners, die ze gevraagd hadden eigenlijk van wat nemen jullie? En dan bleek in de praktijk die namen gewoon uh, 120. En dan hebben ze eigenlijk gram koolhydraten ja, per, per uur. uur. En dan denk je, hè, is dat niet een beetje gek? Wat, wat blijft dan niet 30 gram gewoon een beetje achter uh, in je darmen? Gaat dat niet uh, problemen geven? Of is die limiet van 90, misschien kan die opgerekt worden. En dat zijn op zich, moet ik altijd denken, wel verhalen van wielrenners. Ik herinner me bijvoorbeeld Jan Wil van het Schip, heb ik ooit in een podcast uh, gehoord. Die neemt meer, zei hij. Ja, had hij uitgelegd. Want mijn darmen kunnen nu eenmaal meer aan. Heel interessant, want dan denk ik, hoe hebben ze hebben ze dat onderzocht? Eh. Uh, er is wel dat onderdeel training de gut. Hè, waarbij ja. je zegt oké, okay, je moet leren om te gaan met relatief hoge hoeveelheden, grote hoeveelheden koolhydraten in je darmen. Ja. Want uh, ja, 90 gram is behoorlijk wat. Hè. Dat, zijn, dat zijn 30 druivenzuikertjes, bijvoorbeeld, of een, 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 een liter cola. Of een, uh, ja, nou ja, als je dat niet gewend bent, dan voel je dat al meteen uh, nu in je maag en darmen van, hmm, gaat dat wel goed? Ja. Um, een onderwerp wat ook al regelmatig in deze podcast is langskomen: je moet je spieren ja. trainen, je moet goed rusten, maar je moet dus ook je maag tra trainen. Dus is... Het liefst met de specifieke ja. voeding die je van plan bent om tijdens de race te gaan ja. nemen. En dan is het eigenlijk nog de vraag: kun je dan is het onderdeel van de training ook dat je het aantal transporters omhoog kan gooien? Gaat gaan ja, die daarmee op een adaptatie ja. plaats? En daar is eigenlijk weten we niet. Het is gewoon ja, moeilijk te onderzoeken uh, ja daar zou je toch eerst in proefdieren maar denk ik maar moeten beginnen jij ja, gaat niet snel een biop nemen uh, of, of ja dat zijn ingewikkelde cellen om ja, onze te om te kijken die transporters dus de praktijk is wie uh, veel ja, vooral, nou ja, in marathonlopers misschien wielrenners die proberen toch zoveel mogelijk in te nemen die gaan gerust boven die 90 gram per uur zitten, denk ik. Zoals, wat, uh, uh, even om de andere kant. Ik zei net, als je te weinig eet, de befaamde hongerklop. Ja. Je kan niet meer. Nou, je kan nog wel. Maar je kan alleen met dat laag intensieve Klopt, nog. Je, ja. je voelt dan ook iedereen die wel zijn hongerklop heeft gehad. Je hartslag klapt omlaag. Je, je kan wel blijven ja. peddelen, maar heel slap. Dat komt omdat je alleen nog maar vet uh, te verbranden hebt. Ja. Wat, is het, wat gebeurt er aan de andere kant van het spectrum als ik te veel koolhydraten zou invoeren? Ja, innemen? de enige wat ik kan, uh, ja, maar dat is ook niet zo onderzocht van. Er is, dan moet je, denk ik, extreem gaan. Neem eens de dubbele hoeveelheid. Ja, dat, wat er in ieder geval gebeurt, is dat verhoogd risico. Op maagdarmproblemen. problemen. Ja, je wordt gewoon misselijk en je moet kosten, ja, toch? Want jij krijgt gewoon een extra lood aan, uh, aan, aan zoetspul ja. in jouw darmen, waarvan ja, een gedeelte wordt opgenomen. En een andere gedeelte zit daar maar een beetje en uh, ja kan. Uh, ik, kan ik heb het idee dat je in het verleden natuurlijk. wel eens expliciet bent geweest over als je te veel koolhydraten neemt word je misselijk en dat is het teken dat je moet stoppen. Maar je bent nu wel ja, terughoudender. Omdat in ik ook veel studies lees, Nou, daar zijn een aantal risicofactoren op. Dat is in ieder geval hardlopen meer dan, dan wielrennen logisch. Dus, dus de, risico's om maagdampen. Ja. ja, vrouwen hebben schijnbaar een, een iets hoger risico. Weten ze ook niet precies waarom? Uh, ja, je darmflora wordt dan ook naar gewezen. Kijk, je hebt natuurlijk uh, bacteriën die doen het heel goed op glucose. Als die de, uh, ja, bacteriën kunnen natuurlijk ook allerlei winderigheid uh, veroorzaken, dus die kunnen die glucose gaan omzetten in allerlei andere producten, waaronder uh, gasvormige dingen. Mm -hmm. Uh, en, en, en nogmaals, als je de studie leest, ja, sommige mensen hebben echt helemaal nooit last, eigenlijk, van hun darmen. En andere, dat, is, die wordt, dat wordt onderzocht vaak met een vragenlijst, waar zij gaan scoren van uh, 0 tot 10 op, oké, okay, voelde je misselijk? Voelde je, had je aandrang? Uh, moest je boeren? Uh, raakt je aan de diarree? Nou, dat zijn stuk of tien van die vragen. En die worden dan met zo'n schuifje van aangeven. En Eigenlijk. Heel veel studies, daar valt het best wel mee. En dan wordt het natuurlijk wel naar voren gebracht. Hey, Maagdarmklachten ja, vallen mee. Ja, want ja. dan, uh, nou, dit is een, een studie laatst uitgekomen van, van Wageningen. Mensen die meededen aan de 60 van Tessel, Dat is zo'n, uh, je kan ook 120 lopen, begrijp ik. Oké. Okay. Dus niet in, uh, dat is zo'n zo uh, lange afstand loop. Ja, rondje uh, TESL. Ja, en dan hebben ze ook uh, 33 deelnemers uh, een vragenlijst gegeven van na uh, afloop. En bloed van tevoren en na afloop uh, afgenomen. Om eens te kijken hoe serieus zijn nou die maagdarmklachten. Ja. Uh, aan de ene kant uh, is het dat, nou, ik meen 60% klaagt dan wel over uh, een probleem. Ik wou zeggen, dat, uh, even, uh, sorry dat ik jonge week, maar intuïtief. Iedere marathon die ik heb gelopen, ja? ga op een gegeven moment de shelletjes je tegenstaan, heb je zoiets. Bleh, ik kan het er niet meer in krijgen. Ja. Uh, bij de mensen die langere afstand triathlon gaan doen, hoor ik toch altijd van. Ja, de grootste uitdaging is dat je kan blijven eten, dat je geen maagdarmklachten ja? krijgt. In onze martin aflevering. Was dat ongeveer de hele benefit? Dat ze ja. zeiden, neem ja. ons spul, want dan krijg je geen maagklachten? Ja. Nee, kijk, en jij maar... zegt nu, het valt eigenlijk wel mee. Nou ja, kijk, er wordt altijd een behoorlijke range gegeven. Dat is volgens mij uh, ergens tussen de, de 30 en 90 procent. Maar dan moet je afvragen, ja, waar wordt precies op gescoord? Kijk, in dit geval... Tussen 30 mensen... en 90 procent van de deelnemers heeft last van hun haar ja. of daarom. Nu heb ik deze studie, kon je een beetje goed uitpluizen. Hebben ze dus 10 vragen gesteld. En dan kun je een maximum score halen van 100. Ja. Want dan heb je gewoon al, al die aspecten. Heb je last van. Heb je, en dan heftig, hè? een 10 geef ja, ja, je dan. 10 keer 10. Nou ja, nu was de mediaanscore 12 van al die deelnemers. Nou, 12 op 100 ja. Ja, is toch. Nou, vind ik niet. Nou, is te doen. Plus, van als je kijkt, van, nou, 73% had in ieder geval één klacht. Oké, okay. dus dat is weer in lijn met die 60 tot 90. Ja, ja. dus als je het de mensen wow. heeft ergens ja. last van maag en ja. darmen. En dat is dan, ja, sluit aan bij dat intuïtieve gevoel. Is dan één aspect waarbij je dat schuifje nou, volgens mij minimaal vijf moest ja. uh, hebben gehaald. Ja, zoiets. hier heb ik wel last Ja. Ik weet niet, als jij uh, normaal de dag doorkomt en je, je gaat jou vragen en heb je ergens last van, dan word je een beetje bewust en denk je, oh ja, ik moest laatst ook even een boer, boertje laten of uh, ik ben een beetje aan het dunnen. Nee? Nee. Oké, okay, jij bent ja. super steady. Uh... Nou ja, ik heb het niet op een normale dag. Oh. Ik weet niet precies wat de tien Spanningen. schuifjes waren. Spanningen maar, voor de uh, podcast. Nou wel ja, even, uh... nee, nou, ik zal ik wel, wel een, een gezond uh, maag systeem hebben, maar dat kan ja. ik niet helemaal. Nou ja, ik vind procent nou, denk je heel veel. Oh, maar slechts één klacht. Nou, 20% had serieuze klachten. Oké. Okay. En dan bedoel je dus dat schuifje was... Dat het was. beperkend wordt in je sportinspanning. Ja, precies. Exact. Nou, dat is één op vijf. Ja, ja. Nou ja daar kunnen we van alles over zeggen. Nou, daar kunnen we van zeggen. Ja. Dit is een serieus onderwerp. Ja. Daarom hebben we het er vandaag Zeker. over, toch? En het feit dat er nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Onder andere de studie die ik laatst dan heb mogen samenvatten voor uh, Topsport Topics. Ja, want, want daar, voor die mensen die, die jou eigenlijk... niet kennen. Jij ja. schrijft. Je hebt boek geschreven, Maakbare Uur. Maar je schrijft ook veel voor allerlei magazines. Maar ook voor Topsport Topics. Ja. Ja. En dat is een website of een platform... Voor coaches, met name, die uh, eigenlijk op de hoogte willen worden gehouden van actueel wetenschappelijke studies exact. die relevant zijn voor de topsport. Exact. En, dit, dit en is dat zo is dit studie. er wel een ja, ja, want uh, nou, ja, zij, zij constateren in de praktijk veel sporters nemen meer dan 90 gram. Ja. Terwijl dat wel in principe wordt aanbevolen of gezegd, dat is het maximum. Plus, het andere wat zij uh, uh, proberen te tackelen, is van ja. Uh, niemand wil uh, eigenlijk urenlang op dezelfde sportdrank uh, of op hetzelfde gelletje. Alles wordt een beetje door elkaar heen gesnoept. Ja, dat is uh, het klassieke de gelletjes gaan je tegenstaan. Ja, Doe ja. maar eens wat anders. Doe ja. maar eens wat zout. Doe maar eens wat vast. Doe Precies. maar vaste voeding. Ja. Ja. En zij hebben eigenlijk ge gedacht van, nou, dan moet het moet gewoon eens goed onderzocht worden. In een groep uh, nou, goede uh, wielrenners. Gaan we gewoon eens kijken, wat doet nou 120 gram Per uur koolhydraten. 120 gram. Ja, zo. Um, tijdens het fietsen dan. Een drie uur, uh, drie uur lang fietsen. Waarbij dan um, de koolhydraten werden aangeboden. als in een sportdrank. Ja, als uh, jelly, uh, Als jalei, zeg je gewoon een gelletje. Ja. Nou, ik heb me even verdiept, maar je hebt ja, dat spul van Morten, hoe ja. noem, je noem je dat, een jelletje? Nou, nee, net even ja, andere textuur, Ja, exact. Oh, dan snap ik dat je zegt gelei, ja. ja. een, een Morten-achtig ja. ding. Dat is wat vaster dan wat je klassiek koopt als je gewoon sportgelletjes koopt, dat is meer siroopachtig. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, uh, de Engelsen hebben daar veel betere termen voor, oh. van, uh, ja, zijn van de chew... Gum of zo oh ja. weet ik ja. het in die ja, geest. maar dan ja. denk ik weer aan iets. Nog ja, weer harders. nee, klopt oké. Ja, ja. ja. Okay, ja. Um, wat was de derde? Was dat een reep of niet? Ja, uh, vast. Chew, ja. denk ik. En dan um, al en de vierde als een mix eigenlijk. En want dus wij elk... en een gelletje en een drankje, ja. en een reepje. Want om de 20 minuten kregen ze dan 40 gram. Oké, okay. uh, dat was protocol. 3 keer 20 ja. Drie 3 veertig 40 is 120. Hè? Ja. ja, drie uur lang ga maar fietsen. En dat deze op een hoge intensiteit, 95% onder het omslagpunt. Dus allemaal mooi gecontroleerd. Ja. En dan maar. Uh, nou, het, het mooie was. zij En hadden... zij waren dus op zoek naar. Ze hadden dus die vier verschillende protocollen. Ja. Alleen maar drankjes, alleen maar jelletjes, alleen maar reepjes of een mix. Ja. Drie keer per uur, drie uur lang. En dan gaan kijken wat er gebeurt met de energie. Ja. Verbruik of gebruik uh, bij die sporters. En dat kun je doen door uh, de glucose, fructose, de koolhydraten. Dit was een, ja, ook een mix van glucose, fructose. Ja. Of ja, maltodextrine, dat is eigenlijk aan glucose bij elkaar. Daar hebben ze de, de C gelabeld. Van C13 wordt de C12. Nou ja, je, je verandert net even dat C-molecuul. C, de C als in een molecuul, ja. ja. Van c 6 h uh, 6 o We H6 gaan weer even moleculaire biologie. Is glucose niet C6H6O6? Ja, ik weet, niet, jorgen, nou ja nou, ik weet het niet. Maar ik weet dat eigenlijk. stofjes uit moleculen bestaan. Ja. En ik weet inmiddels ook uit deze podcast... Een, een methode om te kijken waar stofjes die je inneemt... in je lichaam terechtkomen... is door een molecuul net iets te veranderen... Ja. waardoor je hem um, later... Je kunt tracen, kan inderdaad. vinden door een scan of een biopt. Nee, in dit geval uitgeademde lucht... Want uiteindelijk wordt het allemaal CO2. Dat wordt verbrand. Ja, hè? Ja. Ja, en dan wordt het CO2, die kan je opnemen. En, en dan kun je dus zeggen... Hé, hey, hier zie ik uitgaande lucht... waar die ja. uh, specifieke suiker-koolhydraten in gebruikt worden. Ja, en dat is ook wel uh, ja, de eigenlijk... Fascinerende dat het ja. kan, hè? Ja, vind ik ook. Nou ja, als je dat protocol leest... Dan uh, moet ik ook de helft denken, maar waarom doen ze dit? En allemaal, allemaal checks en uh, balances. En, nou, maar het, is, het wordt tegenwoordig de standaard voor dit soort onderzoek. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal klopt. Um, nou, en dat is de manier om echt te zien van, oké, okay, wat ik nou inneem, wat wordt er daadwerkelijk opgenomen en verbrand tijdens die inspanning? En dat is wel heel mooi om te zien van, ja, uh, hoe, ja, van die 120 gram, hoeveel, Uiteindelijk uh, gebruik je ook echt tijdens zo'n inspanning. Ja. En het, uit, uit, ja, je, het doel is natuurlijk om je interne uh, koolhydraten die in de glycogeen nog uh, liggen uh, je, je, je de eigenlijke slag. Daarom ja. zei ik net pas na vijf, die, anderhalf uur moet Precies. je gaan eten. Want om die, om die zoveel die mogelijk te sparen. En dat is omdat ah, je daar anderhalf, twee waarom? uur mee kan. Ja, nou ja, omdat eigenlijk het. Ja, er zijn natuurlijk meerdere signalen voor die hongerklop. Maar er komt al eerder een signaal als dat glycogeen opraakt Aha. in je lever, in je spieren. En daarbij nou, daar, daar komt er al een signaal richting de hersenen van: hé ja, jongens, we, we geraken door onze voorraad heen. En dan kan je bloedglucose nog best wel goed zijn. Ja. Um, en dat is dan een beperkend moment in je prestatie. Ja. Omdat dan dat lijf gaat. Actie ondernemen. Want dan zeg je, voorraden ja, op. We gaan uh, snelheid afnemen. Want dat is de ja. enige manier om geen schade te doen. Dus berokkenen. de voedingsstrategie waar ze naar op zoek zijn: kan ik zoveel eten. Ja. dat mijn lijf continu denkt: ik ben lekker afgevuld. Ja, precies. En dus ik kan vol ja. presteren. En het is ook wel heel efficiënt om de glucose die jij inneemt. dat die meteen verbrand kan worden. Beetje gek als je eerst glucose neemt. en dan weer omzet in glycogeen. Ja, en dat en dan weer in voorraad... je spier gaat zetten. Oké. Okay. Het is niet dat het zo zwart-wit allemaal is want al die paden lopen dwars door elkaar heen maar dat is eigenlijk het idee zo lang mogelijk je voorraad op peil houden en gewoon lekker ja, eigenlijk, zoals je, je, je bij je auto je benzine tankt, die benzine meteen gebruikt. Helder. Ja. Nou, laat maar eens kijken wat ze gevonden hebben, ja. toch? Uh, ja. Want ik snap nu waar ze naar nou op zoek waren. En ik snap ook waarom dit interessant is om te weten en te snappen. Ja. En hoe we die kennis gaan toepassen. Um, voor onze luisteraars, wij zijn ook te vinden op YouTube. <laughs> zoek uh, op YouTube naar mijn naam, Gerrit Heikoop. En dan vind je van iedere aflevering ook de video. En in die video uh, schakelen wij nu. Een aantal ingewikkelde grafieken, ja. om precies te zijn, een stuk of negen. We gaan onze luisteraars zo goed mogelijk proberen er doorheen te praten. Laten we maar aan de linkerkant van het scherm beginnen. Ja, daar hebben ze op de x-as, dus dat horen in totaal, de, de tijd, hè? dat ja, is 108 uur, die drie uur precies. Van die inspanning. En op de i-as hebben ze uh, substraatoxidatie. Wat is percentage. dat? Percentage. Nou, dat is eigenlijk de, het substraat uh, om te oxideren, om te verbranden. Dus in principe worden natuurlijk deze, de koolhydraten en vet die je al hebt, die gaan de verbranding in om, om energie te leveren. Ja, en dat kun je meten met zo'n ja. zuurstofmasker. En dan kun je zien hoeveel van de verbranding gebeurt op basis van vet. Ja. En hoeveel van de verbranding gebeurt op basis ja, van Ja, wat is de vlieglozen. bijdrage van die, 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 die twee brandstoffen? En dat is, nou, linksboven... Dat zijn dan ook de lijntjes, hè? Ja, het witte linksboven lijntje. Linksboven heb je water. Ze hebben als controle water. Stel dat je nou geen koolhydraten neemt. En alleen maar water ja, nou, ja, en dat laat dan heel mooi zien dat uiteindelijk je koolhydraatverbranding is in het begin nog wel hoog. Want je hebt je je glycogeen. Maar die keldert gewoon in die loop van de drie uur. En die wordt na ongeveer halverwege iets uh, erop. Uh, 120 minuten? Ja, ja, wordt die gepasseerd door de vetverbranding. Ja, dus we, we zien die wordt belangrijk. de zwarte lijn, dan. Dat is de lijn van de uh, gekozen koolhydratenverbranding. En die loopt van linksboven naar rechtsonder. Schuin ja. afloopt die. Vrij lineair. Hoe langer je sport, hoe minder uh, verbranding. Op basis van zeg er zit niet echt een knik in of je, zo. Hè? Nee, je raakt gewoon leeg uh, van je koolhydratenvoorraad. En je vet gaat omhoog. Ja. als compensatie, want je wilt toch blijven inspannen. Ja. Nou, en dat uh, inderdaad, dat punt waarbij het precies 50-50 is, ligt op uh, twee Ik uur, merk opeens, maar nu word ik ook een wetenschapsnerd, ja. het lijntje wat ik eigenlijk mis, ik zou willen zien wat de prestatie op dit moment ja. doet, of je die dan ook echt zo weg ziet klappen bij die knik, maar dat geloof ik dan wel. Nee, dat, uh... want ze doen drie uur houden ze allemaal wel vol. Okay. Na afloop doen ze dan nog een tijd tot uitputtingstest, uh, uh, ja. en dan uh, heeft water, dan geven ze eerder op. Oh ja. Dus dat is goed te vermelden. Uh, dus dus in die wel... uur kon iedereen die 95% ja. van de threshold. van, van hun ja. omslagpunt wel volhouden. Ja. Ook al zien we dus dat op een gegeven moment, na een minuut of 100. Ja, maar de nog, vetverbranding ja, het overneemt. Maar ze hebben nog 20% van hun verbranding van koolhydraten. Hè? Exact. En belangrijk te vermelden: deze groep hadden ze ook zo benaderd. als eh, sporters dat doen. Die hadden dus de avond tevoren. Lekker goed gegeten, veel koolhydraten. En de Gestapeld, ochtend, afgevuld, ja, en de ochtend ook gewoon een flink ontbijt met veel koolhydraten. Ja, gedaan, want zo werkt het ook. Dus geen gevaste toestand. Nee. Dus op die manier kunnen deze goed getrainde uh, wielrenners. Ja, nog drie uur best wel. Uh, ja, eigenlijk op water het doen. Ja. Maar, uh, dus dat is de controle. Linksboven, ja. dit is de lijn zoals je die verwacht in je lichaam als je precies. geen koolhydraten ja. inneemt. Nou, daar hebben we de vier an andere gevallen. Ja. Die, die lijken eigenlijk precies allemaal op elkaar. Dus we hoeven er maar eentje te, be te behandelen, wat mij betreft. Oké. Okay. En dan zie je eigenlijk dat die al iets. Uh, nou, die beginnen ook met 80% wel van hun koolhydraten. Neemt ook wel iets af. Maar die zitten na die drie uur nog steeds. Dat er net meer koolhydraten verbrand worden, gebruikt ja, de, de worden. De witte en de zwarte lijn kruisen elkaar hier nooit. Nee. Oftewel, koolhydraatverbranding blijft altijd de belangrijkste brandstofbron. Ja, neemt wel af. Ja. En dat is wel, vind ik ook belangrijk te vermelden, ondanks dat je dus, ja, tonnen aan koolhydraten ja, eet. Even in herinnering: deze mensen aten 120 ja. gram koolhydraten per uur. Ja. Eigenlijk al 30 gram meer dan we nu ja. denken dat er maximaal kan. En je zou zeggen, nou, de dus dat is onvoldoende om in ieder geval uh, continu op 80% van, ja, uh, van je verbranding op koolhydraten, koolhydraten te, te blijven. Dat lichaam gaat toch zeggen van nou, we krijgen relatief net te weinig binnen. Ja, we vetverbranding opschalen. En we willen blijven sporten. We willen die, uh, die drie uur gewoon volhouden. Nou, dan moet de vet. Vraag die bij me opkomt, ik ja. weet niet of de studie het vermeldt, uh, dat 120 gram koolhydraten per uur. Uh, is hier ook gevraagd naar darmklachten, ja. kotsen, uh, niet meer naar binnen krijgen? Ja, ja. En? ja dat viel allemaal reuze mee. Oh. Uh, nee, maar dat, dat kan deels verklaard worden van topwielrenners en ten tweede ja, uh, fietsen. Dit, bij lopers dan is het, het voor dit wel het interessante. last van je maag. Maar ja. schijnbaar, nee, er waren wel wat klachten, maar het was vrij mild en niet... En ja, bovendien lastig om, uh, ja, hier is geen vergelijking bijvoorbeeld met een 90 gram of een 60 gram. Nee, om dan, nee, nee. Ja. Dat zou wel interessant zijn, hè? Zou ja. dat ook genoeg zijn? Dat is de volgende studie. Maar belangrijk uh, om te zeggen, het hierbij, het maakte dus niks uit of je die proefpersonen een sportdrank kregen, de koolhydraten in die sportdrank. In die uh, de gel, gel de, reep, de reep of de mix. Of precies. Dat klopt. Al die grafieken die ja. we zien lopen eigenlijk hetzelfde. Ja. ja. Nou, dan gaan we over naar de nogal... De rechterkant, ja. nog kleinere grafieken. Kijk, grafieks. wat ze hier per individu kunnen berekenen van... Hey, hoeveel van wat jij nou inneemt aan je koolhydraten gebruik jij daadwerkelijk voor, uh, uh, voor, tijdens de inspanning voor de koolhydraatverbranding? Nou, en dan zie jij met die puntenwolk, dat zijn negen ja. deelnemers aan de studie... Ja. En dan kijk je voor de vier verschillende condities met koolhydraten. Kun je precies berekenen van hoeveel uh, gram per minuut gaat het hier om, wordt geoxideerd, wordt verbrand. Ja. En dat zit dan allemaal rond nou, ergens tussen de 1,2 en 1,8, maar gemiddeld rond de anderhalf 1,6 gram. Ja. Dan ga ik meteen denken, hey, 1,6 gram per minuut, dat betekent dus 60 keer 1,6. Ah, dat is ongeveer 96, daar is hij ja, weer. Ja. Hey. Dus waar zijn die 30 gram extra ja, gebleven? Dat weten ze eigenlijk niet. Je ziet wel ook goed verschillen. Dus de ene neemt gewoon minder op. Ja. Alsof zijn opnamecapaciteit toch. Nou ja, de individuele Training verschillen gut, zijn. is, ja. is. Ja, van het Schip. En die je, zegt: Mijn dame kunnen hier beter tegen. Dat je kan je dus geluk hebben, of misschien, ja, dan word je een beetje filosofisch van, is dan de topsporters. Ja, wanneer word je topsporter? Moet je goede darmen hebben? Ja, ben genetisch, je, genetisch ja, talent. Ben je gene, ja, gezegend met veel transporters? Kan je veel opnemen? Dan... Kun jij misschien wel het langer volhouden op jouw koolhydraten, krijg je minder snel die de hongerklop. Een duursporter, ja. Naar nou, daar rechts van hebben ze dan de oxidatie eff efficiency. Dat is eigenlijk van, ja, je glucose die je inneemt, hoeveel procent wordt daarvan verbrand of gebruikt? Nou, 75 procent. Oftewel, dat die 30 gram ja. blijft ergens ja. achter. ja. En dat zegt ze ja, zit Zijn dat dan. Zijn deze mensen aangekomen in die drie uur? Nee, ah ja, dat is een goeie. Hebben ze niet uh, of of na afloop van uh, dat zou je misschien uh, nog kunnen meten in de, in de uitwerpselen? Van uh, oh ja, of verzamelen. je het gewoon uitkaart, ja. ja. hoeveel, hoe zoet is het allemaal? Zeg maar uh, is niet gebeurd. Nee, jammer. Ja, je kan je wel voorstellen dat zij hebben drie uur lang gestapeld, zeg maar, of blijven ja. eten. Dat het dan, uh, ja, de uren daarna misschien langzaam die darmen zich legen, ja. dat er toch nog wat wordt opgenomen. Ja, je kan je voorstellen, ja, je, je plemt alles daar in die maagdarmen. Ja, die transporters zijn like, vol bezig om het op te nemen. Maar ja, er zit natuurlijk een, 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 een stukje. Op. Wat... Ja, ja, ja. Ja, jij stopt na drie uur met sporten, maar pas als na vier uur is alles uh, ja. misschien verwerkt. Ja. Mogelijk ja. is niet onderzocht. Nou ja, dan heb je die grafiek zonder die dan. Het tweede uur de verdeling eigenlijk van de brandstof. Want ze kunnen dan ook nog kijken wat wordt endogeen eigenlijk gebruikt en wat wordt exogeen. Endogeen is eigenlijk aanwezig in het lichaam, de glycogeen. Ja. exogeen is van oh ja, wat jij in Wat ineent. uit de maag meteen ja. naar de verbranding gaat. En dan zie jij, als je goed kijkt de, uh, links in die vijf staven, ja. is, uh, is de water. Ja, die hebben natuurlijk geen exogeen. Ja, 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 dan dus zie je dat licht, de helft. Nou, in de tweede uur, de helft is vet en de helft die moet het doen met de. Uh, de koolhydraten. De, de koolhydraten uh, vanuit het glycogeen. Ja. En dan zie je bij die andere groepen dat er ook, ja, er wordt wel wat glycogeen, de zwarte uh, stukje, wordt gebruikt. Maar het lewe, meeste is dan toch exogeen van buitenaf. Ja. En, uh, en de vet is uh, een beetje. En drie, het zijn twee glycogenen uh, Dus zwart is het uh, glycogeen, ja. grijs is de voeding. Ja. En dan staat in de links onder is. Uh, uh, twee uur, uur. Rechts ja. onder derde uur. En het ja. valt me op dat bij de mensen die actief eten, wordt er minder glycogeen ja. verbruikt. En eigenlijk meer uit de voeding. Ja, dus Als, dat... Alsof wat wij net beschrijven, dat dat systeem echt wel even nodig is. dat voelt ook ja. intuïtief. Als ik iets eet, duurt even voordat het allemaal verwerkt en verteerd ja, is. Toch? Dus dat is het idee. We gaan sporten en het lichaam denkt meteen. Hey, nou ik heb koolhydraten nodig. Ah, ik heb een mooie voorraad uh, heb ik liggen. Ja. Die haal ik dus uit mijn spieren. Eventueel mijn lever. Nou, en uh, op een gegeven moment krijgt het ook nog vanuit de darmen komt het ja, slootje: koolhydraten dat binnen. Dan denk, ik, nou, daar houden we wel vol. We kunnen op die manier. Uh, onze eigen voorraad sparen. Dit vertragingseffect moet ik opeens denken. Dus we gaan zo met Guido Vroemen ook ja. eens even praten over welke strategieën en tips hij heeft om te kunnen blijven eten. Eén daarvan, stel ik vast voor zijn voet weg, is toch volgens mij wat de bekende voedingsexpert Jugendrup zegt. Daarom moet je in het eerste uur al beginnen. Ja. He, dat voelt heel controvertief, want je hebt net ontbeten en je hebt hoezo ik het eerste uur kan ik op klik geen nee ja. gelijk eten gelijk rammen precies want je moet ja. voorsprong opbouwen en, en je hebt dus een, ja je hebt inderdaad een vertraging ja. en een bovendien zegt hij zegt volgens mij ook dat moet je doen omdat op dat moment het nog goed door bloed is je oh ja. kanaal. Ja. en wordt als je langer minder. gaat sporten ja. wordt, gaat er steeds minder ja. bloed die kant op ja. Nee, dat is een goed punt. En wat, wat ik ook interessant vind, wat een, een interessante studie zou zijn, wat als je nou, dit is drie uur, zes uur zou gaan. Ja. Want op een gegeven moment kruisen dat die lijnen, lijnen naar elkaar is, toe lopen. Het is dus niet, niet tegen op te eten. Nee. Want zelfs met Kortom, die 120 gram, uh, ja. dat verklaart waarom in de ultraloper scene, waar wij links en rechts af en toe uh, mee praten, ze helemaal niet aan gelletjes doen. Nee. En uh, Jacobina Eikelboom zit helemaal op vaste voeding, natuurlijke voeding. Uh, want. Die gaan veel lager intensief. Sowieso al meer ruimte voor vetverbranding. Ja. Maar dus ook als ik dit zo kijk, ja, die koolhydraten lijken na drie, misschien vier uur ook wel hun maximaal potentie ja, dat is, bereikt uh, te hebben. Ja, wat is. Nou ja, nou, dat is een goed punt. Ga je dan voor? Ja, we hebben wel eens uh, vragen gehad, ook van luisteraars, kan ik maar in, die zegt, Ja, wat is nou handig? Moet je dan elk half uur. Ja, flink wat nemen of moet je het om de 10 minuten? Een klein beetje. Kleine slokjes, ja. grote slokken. Ja, ik heb daar het antwoord ergens niet op. Uh, aan de ene kant moet je wel continu best wel vulling van je maag hebben, want dan, dan gaat de maaglediging ook sneller. Op een, een lege maag iets erop, dat vindt hij niet fijn, Dan gaat nee. hij op protesteren. Uh, dus dat is ook gerelateerd. Uh, aan de andere kant wil je ook niet, als jij lekker aan het sporten bent, continu bezig zijn met. Die bidon weer aanpakken, et cetera. Dus het leidt ook af, zeker als je aan het fietsen bent. Ja, ergens vind ik dit van onder 20 minuten is uh, redelijk uh, te doen, denk ik. Ja, uh, ja ik denk, uh, jij noemde je Jeukendrup al. Uh, ik heb ook nog maar een blog van hem opgezocht over die. Ja, wat is nou handig? Snelle suikers, langzame ja, suikers? Ja, dat riep hè? ik meteen toen jij ja. zei: we gaan het hebben over koolhydraten en hoeveel je er kan innemen. Ja. zei ik, aha, maar dan moeten we ook even raken aan langzame of snelle ja. koolhydraten. Ja. Ja, dat is een goed punt. Mooie want... veel als het gaat over koolhydraten ja. in het normale voedingspatroon. We ja. praten nu natuurlijk tijdens de sportprestatie. Ja, ik, uh, nou in het normale voedingspatroon wordt gezegd: hoe snelle suikers niet nemen. Want uh, ja, kijk wat er gebeurt: die worden snel opgenomen. Ja. Uh, waardoor de glucosespiegel in het bloed flink stijgt, snel stijgt. Ja. En je tegenreactie. als je insuline piek ook snel omhoog gaat en die nou, schiet dan door en dan kom je in een wie weet nou, glucose ja. is niet goed voor de bloedvaten. En insuline wordt soms ook gezegd dat is volgens mij nog niet overheid van als je dat te vaak aanzet als je te vaak die alvleesklier zegt van je moet weer insuline uitstoten die raakt op een gegeven moment uitgeput mogelijk, dus daardoor wordt eigenlijk uh, voor niet-sporters of in ieder geval. Gewoon in het dagelijks leven gezegd, neem nou gewoon langzame uh, suikers. Ja. Want ja, dan heb je minder hoge pieken in glucose en insuline. Dit heette de. de... Glyk, glyk, glycemische index. Glycemische ja. index. En om dat nog even naar het keukenkastje te vertalen. Wat is een snelle en wat is een langzame koolhydraten? Ja, ik was eigenlijk wel verbaasd. Uh, want fructose is dus een langzame. Dus suikers je... uit. Letterlijk fruit of? Nee, snoep? ja, maar of? fructose, volgens mij is dat ook een alternatief, meen ik, voor uh, dat je geen glucose wil. Omdat dat slecht is, zuigt. Uh, ja. Nou ja, snel is bijvoorbeeld echte glucose, dus. Uh, snoep. Toch? Snoep. Nee, letterlijk. Maar Mind ook, Gums, Ja, uh, gewoon je, uh, je, je keuken uh, suiker, zeg maar. Ah, ja, Letterlijke suiker dat ja, je in de koffie. Sucrose spreeg, hoor, is dit. dat, dus ja. volgens mij een combi van, uh, van twee glucoses. Ja. Saccharose is volgens mij ook een snelle. En dan, nou ja, het langzame is fructose. Want dat moet eerst omgezet worden in de lever, weer richting glucose. Of wel Jij zit heel erg in de ozis. Ik wil gewoon dingen die ik bij de Albert Heijn in mijn mandje kan stoppen: uh, zetmeel, aardappelen. Ja, ja dat, dat zijn is, langzaam, langzame. Uh, ja. En bananen, ergens ook, want die, daar zitten nog allerlei vezels bij. Oh, ja. Dus uh, ik. Ik moet ook een beetje, ik ben natuurlijk van de langzame, in principe zeggen heb ik in het verleden gezet. Ja, je kan ook gewoon aardappelpuree eten, hè? dat is ja. de sporten, want daar zit, nou, als daar net zoveel suikers in zitten. Alleen het kost wat langer voordat het opgenomen wordt. Maar uh, en, uh, hetzelfde geldt voor bananen. Ja, waarom zou je dat wel of niet doen? Uh, nou, ten eerste, je zou het wel doen omdat je zegt hé, hey, maar lage glycemische index. Aan de andere kant bij het sporten geldt dat helemaal niet, want sporten zorgt eigenlijk tijdens inspanning heb je per definitie niet die stijgingen in glucose en insuline die je wel die hebt. Die insulinepomp wordt als het ware uitgezet, toch? Ja. Dit is niet ja. nodig omdat de glucose die wordt eigenlijk opgenomen en meteen al verbrand. Ja. zoveel mogelijk door die spieren... waardoor de, het lichaam ook zegt... oh, ik hoef niet te reageren met extra insuline... want ik hoef die glucose helemaal niet weg te werken. Die wordt al weggewerkt. Ik hoor mijzelf het woord insulinepomp gebruiken. Ik moet meteen denken aan vastluisteraar Ivo Habits. Dit ja. is een diabetespatiënt. Die zie wel eens op Strava worstelen met... moet ik nou van tevoren dit, dat, meter vergeten? Ivo, ik nodig je van harte uit... om in de comments op onze website... slimmerpodcast.nl... op de pagina van deze aflevering... eventueel wat aanvullingen te doen als wij hier... Dingen of verkeerd zeggen, of als jij jouw specifieke ja. per perspectief daarop zou willen aanvullen. Vind ik altijd hartstikke ja. interessant om te lezen van ja. je. Nee, maar dus dat is de, ten eerste: speelt die glycemische index verschillen geen rol tijdens inspanning? Nee. Mogelijk, ja, bij een hele lage uh, intensiteit. En meer, een hele lange activiteit. Ja, kan het natuurlijk wandelen, dus zeg ja. maar, of echt heel laag tempo, maar dan, dan voel je misschien ook wel. Ja, wat je zegt, die hypoglycemische uh, dip, hè? Ja. Waar we het ook in het verleden over gehad dat hebben. Dat is de, een duur woord voor de befaamde suikerdip, toch? Ja, precies. Dat, dat je ja. sloom wordt anderhalf, twee ja. uur na eten van veel ja. suiker. En dat wordt ook wel eens gesuggereerd. Stel dat jij uh, na een uur ga jij koffie drinken met een uh, appel. Uh, na een uur fietsen, ja. De befaamde stuk, stuk appeltaart stop. En daarna wil je op gang en denk je, hm, nou, het, uh, waar is mijn energie ineens? Uh, dat dat door elkaar heen speelt dat jouw lichaam nog even die appeltaart aan het verwerken is, insuline hoog zit, je glucose een beetje nou, onderdrukt wordt, onderdrukt daardoor. wordt ja. ja. Um, maar dus dat is eigenlijk uh, het antwoord van nee, dat maakt dus niks uit in ieder geval niet voor je glycemische index om snel of langzaam te nemen. Um, nou ja, jeukendrupp is heel duidelijk. Ja, waarom zou jij langzame uh, suikers nemen? Tijdens het sporten ja, moeten we er weer bij zijn. Omdat het, het geeft vertraging in de opname ergens. Uh, ten tweede, je, het geeft waarschijnlijk meer. Of ja, uh, wordt geassocieerd ook met meer, meer maag-darm problemen. Hij, hij zegt eigenlijk wat je doet: je stopt gewoon een bidon met uh, sportdrank. Stop jij in, in je buik. En laat je daar gewoon onnodig uh, een uur, anderhalf uur zitten. Ja. Uh, in plaats van dat jij eigenlijk die bidon gewoon uh, in rechtstreeks inneemt. En dat, ja, dus hij is eigenlijk, uh, zegt hij van ja, onzinnige discussie daar. Want tijdens het sporten, ja, goed, je hebt gewoon niet te maken met, met de insulinepieken. En je wil zo snel mogelijk, eigenlijk zo eff efficiënt mogelijk dat wat je inneemt, uh, gebruiken voor ja. je verbranding. Ja. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja, iedereen wordt... Ja, ik snap, Jacomina ook ergens wel... als jij heel lang continu die, die zoete uh, spulletjes... Uh, het is niet lekker. Op een gegeven moment wil nee. je misschien juist wat, wat, wat hartigs. En dan of komen wat, we weer uh, bij de aanleiding van dit onderzoek. Ja. Het variëren in vorm. Gel, reep, uh, drank. Ja. Maakt het iets uit voor de sportprestatie? Nee. Conclusie op Tofsport Topics... Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Nee. Dus, dus als je maar die aantallen neemt, dat is handig. Dat ja. is goed. Dat zien we in de grafieken ten opzichte ja. van de controle met water. Zeker ik, doen. En ik, dan is het nog een ander punt. Moet je nou voor de zekerheid voor meer dan 90 gram per uur gaan? Ja, dat lost deze studie eigenlijk niet op. Die zegt, nee. ja, je kunt 120 gram veilig nemen. Want de, ze hadden... En dat and, is wel echt atypisch aan deze studie. Ze hadden he? geen maag Daarom klachten. En, uh, ja, nee, dat klopt. Uh, maar ja, die 90 gram per uur halen zij ook. Die wordt echt opgenomen. Dit en... zijn wel, kleine proefgroep, negen ja. proefpersonen, ja. zeer getrainde professionele wielrenners, begrijpen. Precies. Dus... dus dat is al voor jou en ik... Toch eh, ja, de 60-90 aan de hand zijn. Ja, maar wij kunnen ook gewoon prima met 30, hè? Omdat wij uh, in principe namelijk niet die intensiteit halen. Ik niet ja, in ieder geval. Laat ik voor precies. mezelf spreken. Ja, spreek jij maar even voor jezelf. Ja, dat, uh, <laughs> dat ik, hebben we allemaal gezien in de Amersfoort. Dat de, de, de manier waarop ik sport. Ik ga lekker uh, voor groot gedeelte op mijn vetverbranding. En natuurlijk af en toe, als ik een viaduct op moet. Of even een tussensprintje wil doen, uh, de eindsprint. Ja. Dan wil ik wel wat uh, uh, koolhydraten heb ik nodig. Maar ik kan het dus prima doen met nou, 30 gram. Per Jij neemt dus met minder genoegen. C, ja. Ik, ja. Laten we maar eens uh, met Guido Vroemen even gaan zoomen. Om eens te horen hoe hij zijn atleten coacht op het innemen van zoveel mogelijk koolhydraten. En of hij daar nog naast deze wetenschappelijke basis nog wat praktische tips en tricks voor heeft. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je erbij bent deze week weer. Heb je goed ontbeten vanmorgen? Ja, altijd. Ja, was een belangrijke voorwaarde in de proefopzet. Uh, goed uh, stapelen gisteren goed ontbijten en dan maar drie uur aan de koolhydraten. Wat uh, zijn jouw favoriete snelle koolhydraten tijdens inspanning? Uh, <laughs> ik denk dat ik uh, het goed doe op ontbijtkoek en uh, krentenbollen. Oh ja? ja? Op de fiets. Heb je daar nooit zoveel problemen mee? Hè? Dan hoef ik die gels, uh, dan denk ik, nou, dat kan, ik kan ook gewoon wel echt wel wat uh, wat iets wat, wat ik op moet kouwen. Nou, ik weet ook, jij mountainbike graag. Ja. Ik vind toch altijd eten op de mountainbike. Hè? Moet je toch even rustig een rustig stukje van het parcours hebben, of niet? Ja, maar dan heb ik van tevoren goed gegeten. En dan ga ik twee uur mountainbiken. En ja, dan heb ik eigenlijk geen eten meer. nodig. Ja. Dus jij gaat wel voor de langzame suikers eigenlijk. Vind je gewoon prima. Jij hoeft ook niet. Jij hoeft die piek niet te halen van 90 gram per uur. Uh... Oxidatie. Nee. Nee. Nee, 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 klopt. Dat is natuurlijk niet mijn uh, uh, opzet om, de, om dat ja. Ja, eruit te halen. Maar jouw atleten, denk ja. ik dan aan? En vooral degenen ja. die uh, langer dan twee uur bezig zijn? Precies. We, dat zijn het ja. al geen mountainbikers meer. Want uh, de meeste mountainbikers die ik uh, train, die, uh, die stoppen bij anderhalf uur ja. als het cross-country uh, rijders zijn. De marathon, oké. Okay, ja, weet je, die, die hebben natuurlijk veel langer. En de Ironman. Afstand triathleten, die moeten ook de hele tijd door. Ja. Dus die hebben wel wat nodig. En, en uh, ja, hoe, hoeveel nemen zij? Zitten ze al aan ja, de 120? Zoals deze studie uh, deed bij hun? Nee, persone. ik denk dat, dat, uh, dat, dat je dat niet per persoon zo algemeen kunt zeggen. Want in mijn opinie kan niet iedereen zoveel verstouwen. En nee. is het ook een beetje afhankelijk van. De grootte van een persoon, uh, hoe getraind je daarin bent, met name je maagdarmsysteem, hoe die goed getraind is. Dus je zult ook dit zul je dus in, de, in de training mee moeten nemen. En atleten uh, moeten laten proberen van met 60, met 90, misschien met 100, 120 gram Uittesten of ze dat überhaupt wegkrijgen en daar geen last van krijgen tijdens een, een training op uh, nou ja, redelijk hoge intensiteit. Ja, ja, dat is eigenlijk de basis tip één ja, uit deze ja. aflevering. Natuurlijk al vaker in meerdere afleveringen over voeding uh, gehad. Hè? Training the gut, maar ook train het racevoedsel. Ja. Uh, letterlijk ook train maar eens met dat openmaken en dat in je mond krijgen onderweg. En uh, hoe dat dan smaakt en of je er na vier ja. ook nog steeds heen lust. Ja. Um, wat, wat zeg jij als atleten dan terug rapporteren? Pff, uh, drie ging nog wel, <laughs> maar daarna kreeg ik het niet meer weg. Heb je tips? Ja, dan is het natuurlijk wel zo dat je, um, nou ja, als je stelt dat je drie, drie keer dertig en je zou er vier keer dertig willen. Ja, je kunt vaak soms wel dingen wel nog willen, maar als het gewoon niet weg te krijgen is, dan heeft het nog meer een negatief effect. Uh, ook al zeggen de studies dat het misschien wel gunstig is. Mm -hmm. uh, maar voor jou werkt het dus niet. En studies zeggen meestal iets over een grote groep en over het gemiddelde daarvan. Mm -hmm. En in die studie zitten uitbijters naar boven en naar beneden. En ja, weet je, je moet, ik werk toch met individuen. En ja. ik, ik kan met individuen hebben dat ze daar aan de bovenkant of naar de onderkant uitschieten. En dan moeten we daarmee doen. Ja. En kan het kan misschien wel een beetje nog proberen op te rekken. Maar als dat niet lukt, ja, dan, moet, dan moeten we daarmee handelen en um, daar het plan op afstemmen. Ja. Denk je dat het geheim van een echte duursporter die de top kan halen, misschien wel in de darmen ligt? Ja, het geheim misschien, maar ja, het is wel een grote, uh, het is wel een hele grote factor, want dat kan wel. Je kunt misschien wel heel hard zwemmen, je heel hard fietsen en heel hard lopen. En als je dat allemaal op één dag moet doen en je hebt je energiehuishouding niet op orde die nee. dag, gaat het toch fout. En ja. dat zie je heel, weet je, dat, dat is natuurlijk niet een heel bijzondere iets, want het gebeurt elke wedstrijd wel weer met een aantal, die gewoon toch. Tekortkomen of problemen krijgen met maag-darm systeem, waardoor ze uh, het niet meer binnenhouden. Ja, en ja. ja, dan hou je het op een gegeven moment, is het dan toch klaar, want als je die energie niet meer hebt, dan kun je niks meer verbranden en dan, ga je, ja, dan valt de motor toch stil. Ja. ja, we hadden het eerder deze aflevering even over uh, de hongerklop toen we dit onderwerp uh, neerzetten. Uh, ik heb uh, onlangs wat training gedaan, uh, expres per ongeluk, weet niet zo goed. Uh, te weinig eten mee. En dan uh, schrijf ik ook tegen jou, oh, lekker de hongerklop ingefietst. Uh, toen schreef je nog de ronde wel even goed bij eten. Dan is het eigenlijk niet de bedoeling om jezelf af en toe. Ja, dat is ook een beetje de oude stempel. Hè, dus, uh, met Kijk, ik dacht eten... die dag, het kan Goed. geen kwaad. Eh, ervaar ik dat ook eens even? Leer ik ook dat ik gewoon dan die vetverbranding aan moet zetten en door moet gaan? Of is ja. dat eigenlijk niet een lekkere training? Nou, nee, nee, maar als je dat op die manier ingaat, is het natuurlijk heel leerzaam. Ja. Uh, je herkent ook bepaalde symptomen. Dus je denkt: oh, -oh ja. dit heb ik eerder ook in een training gehad. Ik moet nu eten, want anders weet ik dat ik over een kwartier aan de kant stilsta. Ja. He, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je dat ook leert herkennen. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Je moet het alleen niet um, te vaak te lang achter elkaar doen. Hè? Dus als je de, sowieso in een negatieve energiebalans te vaak komt, ja, weet je, dan word je daar op een gegeven moment niet meer beter van. Ja. Nee, exact. Vind ik wel leuk, want de, we hadden het over die, uh, de 60 van Tessel, ja. en ik vertelde al, nou, hebben ze ook gepolst van, nou, waar zij specifiek ook naar gekeken hebben in het bloed, is een... Uh, een eiwit FABP1, dat is Fatty acid binding protein 1, en dat is een marker van darmschade. Als jij dus, nou, is te weinig zuurstof voor je darmen krijgt, dan ja, dan komt dit vrij. Komt dat vrij, zo wordt dat beschouwd. En zij vonden eigenlijk dat degene die de relatie was tussen de energie inname en het vrijkomen van een, een negatieve relatie van FAPP1 en dus darmschade. Dus kortom, als jij genoeg eet, ja. genoeg energie inneemt. is jouw risico, of in ieder geval jouw aanwijzing dat uh, de darmschade optreden, wordt minder. Dus in die zin kan en je ook je van. Je ik die... begrijp, als je dus te weinig eet. Ja. meten zij darmschade. Ja, aan de hand van de vrijkomende eiwitten. Dus dat geeft aan een beetje in het geheel van wat Guido zit, zegt, van die, ja, die negatieve. Energiebalans, ja, die, die heeft natuurlijk impact op van alles, van de hormoonspiegels, et cetera, maar dit ook mogelijk, zelfs al tijdens de inspanning, op bijvoorbeeld schade aan je darmen. Hmm. Dus het is natuurlijk een beetje, nou ja, hoe goed is dan dat even een Maar dat was eigenlijk de, de conclusie van hun, hun verhaal: van ja, eet, eet, een belangrijk onderdeel van goed eten is niet alleen de energie. Voor tijdens de inspanning, voor spieren, hart, noem maar op, onverbruik, maar ook dus aan schijnlijk organen die uh, niet bijdragen, minder bijdragen. Nou ja, we hebben het gezegd, ja, darmen wel dragen wel bij, die moeten ja. goed kunnen functioneren. Uh, als, als die te weinig bloed krijgen, ja, dan krijg je A, de opname wordt steeds minder, en B je krijgt allerlei maag-darm problemen. Maar als je echt beschadiging krijgt, ja, dan wil je al helemaal niet. Nee. Dus dat, dat vond ik op zich wel een verfrissend inzicht: van ja, hoe belangrijk het is om ...ja, ook tijdens die race... ...juist niet die hongerklop te gaan opzoeken... ...maar goed te blijven eten, ja. ja. Brengt me bij de volgende vraag... ...ik zei eerder in deze aflevering bij de hongerklop... ...je kan wel doorgaan, maar alleen laag... Uh, ...intensief, want je kan alleen maar op je vetverbranding... ...of begrijp ik nu eigenlijk, Guido... ...je moet helemaal niet door willen gaan... ...stop maar, want een hongerklop is gewoon niet gezond. Nou ja, weet je... ...je hebt... Um, ...je hebt genoeg vet... Ja, ja, dat dacht ik altijd. Je, je kan er maar een poosje eh, door. Maar je moet dan wel uh, natuurlijk, dan, de intensiteit moet wel omlaag. Ja, maar dat gebeurt want natuurlijk vanzelf je, bij de honger, klopt. Nou ja, als je toch hoge intensiteit blijft rijden, dan kun je ook andere uh, brandstoffen gaan gebruiken, zoals eiwit. Ja, 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 ja dan ga je spieren verbranden. Ja. Ja. ja, en dan ga je ammoniak ruiken. Hm. En dan heb je natuurlijk wel een groot negatief effect, want dan. He, dan raak je gewoon spiermassa uh, uh, kwijt. Doordat je dat aan het verbranden bent. En dat je ammoniak ruikt. En dat je dan denkt: hé, hey, dit is niet wat ik normaal uh, heb. Ja. En dan maak je jezelf dus wel slechter. Ja, ik moet zeggen dat ik dat nog nooit nee. heb ervaren. Dat ja. lijkt me heel bijzonder. Ik denk dat ik het zou herkennen. Ja, denk thuis, ik nou. nee, maar dat ja. ruikt je. Ja, ja. ja. ja, ja, ja dat ruikt je echt heel goed. Dus als je dat een keer hebt gehad. Dan of weet je als je het er dan niet dan hebt gehad, dan hebt gehad dan en je merkt: dan is het, pff, ik ruik. Het soort ja. ammoniakgeur, wat is dat? Nou, dan heb je echt wel uh, um, tekort aan koolhydraten ja. gehad. En, en proberen nog de intensiteit hoog te houden, waardoor je dus, dus eiwitten hebt verbrand. Ja, mooi. Uh, tot slot, uh, nog een leuke tip-advies voor mensen die echt heel veel moeten eten onderweg. Variëren dus. Zagen we in deze studie: drank, shell, reep, maakt allemaal niet uit. Ja. En, uh, gebruik in ieder geval iets wat je lekker vindt. Ja. Wat je hebt uitgetest, wat goed valt. En eigenlijk, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen met eten. Want hè, je kunt wel de beste uh, producten proberen te kopen, waarvan ze zeggen: Nou, dit is echt het allerbeste, daar ga je het heel, heel erg goed op. Uh, dat hoeft niet voor jou te zijn. Dus uh, er zijn mensen die, die dan op hele simpele dingen juist het beste doen. Ja. Ja. Dat zul je dus toch uit moeten vinden en moeten testen. Had jij nog iets met Nutri-D? Nutri ja, oh, ja, nou, ja, goed. Zeg het ja. Ja. Nou, dat was een vraag die we binnenkregen via Instagram. Maar dat hebben we niet op tijd kunnen checken. Misschien weet jij dat, Guido. Dennis, die schrijft ons: DennisCN. Um, de nutri het idee ID. ID met hoofdletters, die beweren ja. dat je een triathlon kon doen. door enkel te drinken met hun fuel. Hm. En dat ook nog tot 120 gram koolhydraten per uur. Daar zijn ze weer. Heb je, had jij hier al wel eens van gehoord? Ja. En? Dat is, uh, volgens mij is het, uh, is het ook Erik van der Linden, uh, een van de eigenaren, denk ik, van het uh, merk. Die maken ook zelf hun, uh, hun, 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 hun poeders uh, in Noord-Holland. En um, je kunt natuurlijk, een triathlon kun je natuurlijk alleen maar drinken met, met ja, opgeloste uh, koolhydraten. Ja. Hoef je, je hoeft geen vaste... Uh, uh, voeding daarvoor te hebben. Dat is puur individueel bepaald of jij vaste voeding wilt of ja. juist niet. Ja, precies. Dat zagen we natuurlijk in de studio in de aflevering vandaag. De ja. vorm van de koolhydraten het, het maakt niet uit. Het zal zeker kunnen, maar je kan net zo goed ranja maken met uh, op die manier of suiker oplossen. Daar maar dan van. heb je alleen maar snelle suikers. Ja, het gaat er meer om van hou je dat vol als jij uh, acht uur, uh, tien uur bezig bent en alleen ja. maar die drank. Ik weet niet hoe die smaakt, hè? misschien is hij niet zoet en uh, nou ja. Nou ja, dat zijn ook, weet je, als je daar goed mee traint en je kunt um, uh, er goed mee overweg en het bevalt je. Ja. Ik weet dat ik mijn eerste hele triatlon in Almere ook dacht, alleen maar, ja, ik moet echt heel veel eten, want anders ga ik het niet halen. Hè? Ik, moet, ik heb die fietsen, bananen en noem het allemaal maar op. En toen ik klaar was met fietsen, zat ik ongeveer tot mijn neus toe helemaal vol met eten. <laughs> En toen dacht ik ook, oh, ik moet nu gaan rennen. Nou, dat was binnen vijf kilometer. Was ook weer alles eruit. Ja. Via, de, en via de bovenkant dan onderkant. Via de bovenkant, ja, daar ah, ja. begon het mee. En vijf kilometer later begon het aan de andere kant. <laughs> dus dat was één grote uh, fiasco en een hel om, om binnen te komen. Dus toen nog wel gelukt. Maar toen dacht ik ook, Guido, dit kun je wel anders doen. Hè? Dit is niet goed gedaan. Je moet je, dit moet je toch volgend jaar moet je dat beter kunnen. Dus toen heb ik ook uh, eigenlijk alleen maar. ...drank en gels genomen. Geen enkele vaste voeding meer genomen. En ja, dat scheelde anderhalf uur... ...en uh, geen darmklachten. Ja, ja. Training. En dan zeg je dus eigenlijk... ...dit is dus ergens persoonlijke voorkeur. Hè? Want ja. De, de wetenschap laat zien... ...de vorm van de koolhydraten maakt niet uit. We hebben het eerder gehad over ultra-atleten... ...die juist voor natuurlijke vaste voeding gaan. Jij beschrijft nu een scenario waarin je zegt... ...ik wil eigenlijk juist vooral ja. drink, drank en gel. Dat moet je dus voor jezelf zien uit te vinden. Ja, ja, zeker ultra-atleten. En dan hebben we het over dagen, vaak inspanning. Ja, dan je, is die intensiteit natuurlijk een stuk lager. En dan is de druk op het darmsysteem ook lager. Waardoor je dat meer. Nou ja, hè, dan kun je ook wat andere producten ook weer gaan eten. Ja. En, en dan, heb je dan ook, dat is dan ook wel prettiger, dat je gewoon normaal voedsel kunt eten. Ja, ja. helder. Uh, helder verhaal Jurgen, goed om geduid te hebben. Kortom, uh, ja, ook voor Nutri-ID, ik zit er op de site te kijken. Uh, al die beloftes, Dennis, over dit is de silver bullet, waarmee ja. al je oplossingen zijn opgelost. Dat is dus allemaal onzin. Ja. Uh, koolhydraten zijn koolhydraten hebben we geleerd. De vorm is de vorm. Wellicht zien we hier het begin van een revolutie van 90 naar 120 gram per uur, in ieder geval in de topsport. We ja. hoorden Guido al meteen zeggen: nou, ik denk niet dat dat voor iedereen is weggelegd. Dus, uh, nou ja, leerzaam. En uh, ja. ik zou zeggen, laat maar een stroopwafeltje pakken, toch? Lekker. Ja. Als jij nog aanvulling hebt, tips, tricks, vragen, dan moet je vooral even reageren op de Slimmer Podcast. Dat vinden we leuk. Het Slimmer Podcast zijn we op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering een eigen post. Die kan je retweeten, die kun je hartjes geven. Die kun je, daar kun je op reageren of je kan ons daar DM'en. Als je het nog niet doet, volg ons gelijk even op social media. Dan uh, kunnen we zien daar, hoe al die leuke luisteraars eruit zien. En dan kun je ons ook makkelijker bereiken. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast

vind je natuurlijk ook onze fameuze webshop. Had ik het al gezegd. 25% korting voor vrienden van de show. Dus als je dat nog niet bent, word dat vandaag nog even. En dan uh, kun je daar ook van alle afleveringen een eigen pagina vinden. Inmiddels ook een aantal overzichtspagina's. Een overzicht over alle afleveringen over sportvoeding, alles over hardlopen, alles over wielrennen. Allemaal mooi bij elkaar gezet. Dus uh, ga daar lekker eens even browsen. Of stuur ons een mail met jouw reactie naar post slimmerpodcast.nl uh, ik heb nog geen mail van Tom Dumoulin gehad, jij? Mm, nee. Nee, uh... nog niet gezien. Dus uh, voor wie het gemist heeft, vorige week hebben we een oproep <laughs> gedaan dat we op zoek zijn naar Tom Dumoulin om uh, eens te kijken of we hem kunnen porren voor het werelduurrecord. zou een mooi avontuur zijn, toch? Ja. Als dat hier in de podcast ja. ontstaat. Als het zo is, dan ben je de eerste die het hier uh, bij, uh, bij ons hoort, of uh, misschien op onze social media-kanaal. Mooi, Guido, dankjewel. Ja, wel. Tot volgende week gaan we het weer uh, oude hebben over hardlopen. Ja, leuk.